Zo, nou, we zijn in de polder, Berkenwoudse driehoek, en het regent. zelfs papi heeft er geen zin in. Maar, nou ja, het regent af en toe, dus ja. Een paar ganzen. Ik had natuurlijk wat eerder weg kunnen gaan vandaag. Dan had ik die regen gemist. Want vanmorgen was er geen regen. Maar ja, dat ging even niet. Want een beetje moe van gisteren. Druppels op de lens, ja, dat is niet anders. Maar gisteren de Petzl Night Trail gelopen. En nou, dat is voor de derde keer van de zes. Ik heb er drie van de zes gelopen. Dit was de zesde editie, geloof ik. En de eerste. En dan in het midden. En in 2017. 2018 heb ik overgeslagen. En 2019, dus nu gisteren gelopen. Nou, die eerste, daar wil ik het maar niet meer over hebben. Toen liep ik nog niet zo hard. Die tweede. Toen vond ik eigenlijk wel dat ik heel erg hard gelopen had, tenminste dat dacht ik vooral. Maar dat komt omdat ik een heel klein stukje heb afgesneden toen. Papi! Hey! Hey! Kom eens hier! Papi! Kom hier! Kom hier! Die hond er een keer een paar schapen opjagen, dat heb ik nooit gedaan. Hey! Dat mag dus niet, hè? Ja, kom hier! Schiet op! Die boeren schieten die hond het weiland uit, hè? En terecht. Papi, hier blijven nou! Maar, nou, gisteren ging het goed. In 2017 ging het ook goed, daar was ik mee bezig. Ja, in 2017 ging het, dacht ik, heel erg lekker. Ik was toen op mijn snelst. Ik weet niet meer of dat nou voor die blessure was of tijdens, maar ja, dat was, ik was toen redelijk snel. En, ik had aardig wat progressie. En die Petzl, die dacht ik, nou, die ga ik eens een keertje heel snel lopen. En ik doe die 15. Volgens mij, het is altijd iets meer dan 15, maar volgens mij was dat het een beetje het idee. En, nou, en ik heb ze nu eens naast elkaar gelegd, wat ik gisteren gedaan heb en 2 jaar geleden. En er is toch wel een behoorlijk verschil tussen. Want ik loop gewoon 1 kilometer per uur harder dit jaar. Dus de gemiddelde snelheid, nou is dat natuurlijk allemaal heel lastig. Want er zitten hoogtemeters in en gisteren was hij gewoon heel anders dan 2 jaar geleden. Maar toch, ja, je gemiddelde snelheid een heel stuk hoger. Dat is hoe dan ook progressie. En ja, ook op de vlakke stukken is mijn snelheid gewoon een stuk hoger. Dus ik loop daar 13,5, 14 soms. En daar ben ik wel tevreden over, maar ik ben ook weer niet tevreden, want ik heb heel sterk het gevoel dat het eigenlijk veel harder had gekund. En dat komt omdat het eigenlijk niet zo'n goede dag was en dat zag ik aan mijn running index, die was laag en ik voelde me ook niet zo lekker. En en toen dacht ik, nou, hoe kan dat dan eigenlijk allemaal? Oh ja, ik heb die Salomons S-Lab 7 SG aan mijn voeten getrokken. Papi! Hey! Die hier achter een haas aan. Oh man. Ik heb er een jachthond van gemaakt. Maar, die schoenen, dat was vooral die me tegenzaten.
Ja, er zit zo'n drukplek, dat wist ik ook wel, maar ik denk, ach ja, daar loop je wel doorheen. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar het irriteert toch. En je moet ja, het liefst geen irritatietjes hebben onderweg. En het zat me tegen. En ik heb ook ernstig zitten twijfelen. Doe ik de Hoka's, deze, de Speedgoats om mijn voeten? Of wil ik echt voor het lichte, snelle race schoeisel gaan? Ja. Ik heb ze gekocht en dat was uiteindelijk de doorslag. Je hebt die dingen niet voor niks. En ja, dan ga je er maar mee racen ook. Nou, daar heb ik wel een beetje spijt van, want godver, wat zijn die Salomons harde zol. En allemaal leuk als je hier overheen loopt, maar niet als je ook echt verharde stukken hebt. Dat is gewoon niet goed te doen. En ik kreeg eigenlijk al op de helft ongeveer last van mijn kuiten. En ik weet niet, misschien komt dat ook wel door die, ik heb het al eerder gehad, dat ik voelde bij die Salomons. Hey, blijf jij nou eens even gewoon hier? Nee, hier blijven. Hey, rustig aan. Ja, die hele tijd die hond zit te corrigeren. Ik kom misschien ook in het begin van het loopje bij gaan filmen. Volgende keer maar eens een beetje op gaan letten. Maar in ieder geval, het is lekker nat hier. Trouwens, dat zeg ik nu, maar normaal gesproken in februari hoort dit gewoon onder water te staan bijna. Dat was de voorgaande jaren eigenlijk altijd. En daar begin ik al te zeuren over een paar plasjes. Kun je nagaan hoe snel het went, die opwarming. En ben ik weer van mijn verhaal af natuurlijk. Die schoenen dus, kuiten voelden het behoorlijk. Ik denk ook dat komt omdat ik die Salomons toch een lagere drop hebben. Je weet wel. Ik geloof dat dingen 2 mm of zo, of 0 zelfs. Nou ja, in ieder geval, dat zal toch ook wel kunnen uitmaken. Ik heb dat wel eens bedacht, maar nog nooit echt gemerkt. Nu dus wel. Het is niet ideaal. Voor mij is volgens mij 4 is wat ik gewend ben. En ik denk toch dat je daar een beetje mee uit moet kijken. Dat je niet zomaar zero drop gaat lopen ineens. En dan nog in de wedstrijd ook. Maar ja, ik weet dat nog niet helemaal zeker. Maar ik denk toch dat het invloed heeft op je kuiten. En dat viel allemaal een beetje tegen. En op 3/4 ging dat een beetje mijn snelheid beïnvloeden. Moeie kuiten, irritaties en weet ik het allemaal. Je gaat toch je snelheid er een beetje uit, denk ik. En dat vond ik wel jammer. Ik denk dat dat beter had gekund. Ik had natuurlijk gewoon de snelheid moeten kunnen aanhouden. Dus ik hoop dat ik dat nog een keer kan. Ik ga hem volgend jaar gewoon weer lopen. En dan eens kijken of ik die 14 kilometer per uur kan volhouden of nog wel wat hoger op de vlakke stukken. En dat had ik eigenlijk nu al gepland en gehoopt. Maar dat is een beetje te hoog gegrepen. En ik ben 17e geworden in de mannensectie, 18e overal, want er is een hele snelle dame die ik volgens mij 2 jaar geleden nog een hele tijd achter me had zitten en voor me. En daar is me een hele tijd mee samen opgelopen. Dat is die Annick Tasselaar. En is ook een roeister, geloof ik. Die is behoorlijk veel sneller geworden, blijkbaar. Eerste geworden bij de vrouwen, maar ook eerste geworden overal. Ja, dan ben je een snelle vrouw. dus die had 1 uur 9 en ik 1 uur en 23. Ja, dat is een verschil ook. Hoe hard moet die? Want die ging geloof ik dik 15 km per uur op de vlakke stukken. Ja, wil ik ook, maar
kan nog even niet. Hard trainen. En ik ben nog even een beetje gaan zoeken naar andere oorzaken. Van het feit dat ik toch wat minder hard heb gelopen dan ik had gepland. Of in mijn hoofd had. En ik denk dat ik er wel een gevonden heb. En dat is... ik weeg een beetje te veel. Ik heb die vakantie gehad. En wintersportvakantie. Ja, en dan eet ik anders en meer ook. Je doet ook meer, maar ik ben toch denk ik zomaar een paar kilo aangekomen. Dus ik weeg 85 nu. En dat hoort eigenlijk idealiter zou ik, denk ik, 80. Ik zou wel 80 kunnen wegen. En ik geloof zelfs dat ik 78 mag wegen, maar dat is me nog nooit gelukt. Maar dan zou ik toch wel zeker weer wat sneller kunnen zijn. Want gewicht levert behoorlijk wat, wat winst op. Nou, waar is die hond van mij? Want die is weer bezig. Papi! Papi! Godverdomme, een jager is dat. Ja, kom maar hier. Kom maar. Nee, nee, nee. Het is klaar. Nou, we komen geloof ik nou een beeld met regenboograzen. Hij moet niet achter schapen aan gaan rennen, want dat heb ik hem ooit netjes afgeleerd. En ook niet achter zwanen. Omdat ik dat niet eens zo erg zou vinden. Maar het ziet er zo lullig uit. Ze zijn zo mooi, hè? Zwanen. Nou, hij staat er nu vlakbij en hij doet niks. Dus dat heeft hij begrepen. Het is toch behoorlijk nat hoor, in de polder. Maar ja, ik ga een stukje rennen nog. Dat betekent dat ik de Berkenbouwsriehoek denk ik doe. Beetje uitrennen, niet echt gekke dingen vandaag. Ofwel, kijk even, want misschien voelt het straks toch wel heel erg lekker aan. Oh, ik moet mijn klokje nog aanzetten. Nou, dat lukt zo wel. En ja, en dan volgend jaar eens kijken wat ik dan doe. Maar ik heb nog, dan loop ik ook hier. Even kijken, nee, daar. Ja, nee, ook hier. Ja, zo die kant uit. En want dat is in maart de halve van de Krimpelerwaard. Nou, daar woon ik. En daar, of daar loop ik. En daar loop ik over een maand dus ook. Maar dan iets sneller. En de halve marathon. En ik heb eigenlijk nog nooit een halve marathon gelopen. Ja, wel natuurlijk, maar niet in de wedstrijd. Dus nou, dat is dit pad ongeveer. Helemaal door. En dan dat verharde pad op. Naar links, richting Elzenkade. De Elzenkade af en dan terug. Dus dit is ongeveer ja, iets over de helft, denk ik. Want we komen daar vandaan. En dan maak je dit blokje eigenlijk. Daar hebben we een stukje onverhard wat je dan loopt. Dan is dat, dat polderweggetje terug. Waar ik net mijn auto heb gezet. En dan zo terug naar het Loetbos. En start in het Loetbos. Dus daar heb ik ook wel zin in. Want ik moet nog eens kijken hoe ik dan echt wat langzamer ga starten. En, maar ik wil dan wel echt mijn basissnelheid boven de 14 proberen te houden. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken als ik nou nog eens een beetje ga afvallen. Dan gaat dat zeker lukken. En ik ga volgende week, komende week, dat is maandag, het is nu zondag, ga ik rustig beginnen. Dan is het nog niet een echte. Met de nieuwe trainingsmethodiek. Dus ik ga mijn afstand. En dat is dan ongeveer, nou, volgende week zal het nog niet 80 zijn, maar misschien haal ik de 60, 70. Ga ik netjes opdelen in meerdere stukjes, kleinere loopjes. En dat betekent meer vaker lopen en twee keer per dag. Nou, niet iedere dag, maar dus dat is vooral wat nieuw is, dat heb ik nog nooit gedaan. En natuurlijk, ja, wat meer variatie krijg je dan.
Probeer ook wat meer te gaan intervallen. En wat meer in de improvisatie intervalletjes. En dan ga ik eens meten over een paar weken wat me dat gaat opleveren. Want ik ben wel weer toe aan wat progressie. Oké, ik ga het cameraatje opbergen volgende week. Dan heb ik dan iets bijzonders gepland. Geloof ik niet. Nou ja, tot volgende week.